politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Philip den Haan, lijsttrekker voor Altena Lokaal. In de regio staat den Haan bekend als Mr. Kozakke Boys, waar hij onder andere speler en trainer is geweest. De afgelopen jaren heeft hij bij vele verenigingen langs de lijn gestaan als trainer. Den Haan wordt door zijn partijgenoten dan ook de echte aanvoerder genoemd. Hij staat bekend om zijn kritische blik op de gemeentelijke organisatie. Altena Lokaal is ontstaan uit ideaalburg, gemeentebelangen en lokaal belang die voor de fusie nog los van elkaar opereerden. Nou, waarom heb ik deze locatie gekozen? Voor de hand lag wellicht dat Philip den Haan bij Kozakke Boys op het veld zou staan. Maar ik heb juist deze locatie gekozen omdat die privé en straks ook politiek voor ons en voor mij in ieder geval heel erg belangrijk is. Hij brengt mij al 42 jaar op mijn werk in Rotterdam, 35 jaar bij de politie Rotterdam en nu de laatste 7 jaar bij de gemeente Rotterdam in allerlei projecten. Ik heb denk ik ook in die 42 jaar al meer dan 1,5 jaar in de file voor deze brug gestaan. En dat is ook het bruggetje naar de politiek. Omdat ik dan ook gezien heb dat we als lokale gemeentes, zoals als kleine gemeentes, weinig invloed hebben gehad op het feit dat dit zo'n verkeersader was. En dat je zag dat we als lokale politiek ook heel weinig invloed hadden op vernieuwing van de brug. Misschien wel een tunnel, zoals we die bij Alblasserdam hebben gezien. Dat was cruciaal voor de verkeersdoorstroming destijds daar op de A15. Want de toekomst van deze brug, dat gaat 2020, 2021, 2022, dan gaat er eindelijk wat gebeuren. En dat gaat voor heel Altena betekenen dat het, net als wat ik daarnet zei bij de A15, gaat het ook een enorme doorstroming betekenen. Dat gaat ook voor bereikbaarheid enorm belangrijk zijn. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk heel in het kort mijn bruggetje naar deze brug. Wat er echt belangrijk is voor de nieuwe gemeente Altena, gaf ik eigenlijk daarnet ook wel aan, dat gaat over jong en oud. Wat mij betreft, of wat ons betreft. We zetten ons erg in op het feit dat we nu nieuw beginnen. Het is een nieuwe kans om ook echt nieuw te beginnen en om het verleden achter ons te laten en het goede uit het verleden mee te nemen. Maar vooral ook de kans te pakken om nieuw te zijn en ook nieuw te zijn met de inwoners. En als je kijkt naar bij ons binnen de partij, de jongvolwassenen die we binnenhalen, die ons kunnen meenemen in wat er bij jongvolwassenen jeugd leeft, om dat te gaan doen. Want dat gaat over onze toekomst. Waar staan wij straks in 2030? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dat zullen wij nu niet kunnen zeggen. Maar wij willen er wel naartoe werken, naar een toekomstbestendig, gezond, mooi Altena. Het klinkt allemaal clichématig, maar dat is wel, we hebben nu de kans om dat nieuw te doen. De tijd voor de politiek anders besteden. Nou, dan zou ik, die ik nu aan de politiek besteed, anders besteden. Die tijd zou ik besteden aan sport. Dan zou ik op de racefiets zitten, dan reed ik door dit gebied heen. Ik zou op de golfbaan staan. Als ik 100.000 euro zou krijgen van de gemeente, namens Altena Lokaal, zou ik contact met ATV opnemen om daar een prachtige televisieuitzending van te maken. Waarin ik verenigingen, instellingen de kans zou willen bieden om die 100.000 euro in de wacht te slepen. En dan moeten we het format nog wel even bedenken hoe we dat zouden doen. Maar daar komen we altijd uit, daar ben ik van overtuigd. Dat is dat we, wat ik ook al eerder gezegd heb, dat we de kans moeten pakken om ook vernieuwend te zijn. Je noemt het al nieuwe politiek. We hebben een prachtige historie achter ons en we gaan nu met 3 gemeenten samenwerken. We zijn een grote oppervlakte in Brabant. En wat ik graag voorsta, en ik heb daar als aanvoerder van mijn team, heb ik daar de gelegenheid voor gekregen om dat te vertellen, is dat wij met de kop omhoog, de bos vooruit, ook die toekomst in willen. Dat we Altena op de kaart gaan zetten. Dat ze weten dat dit gebied, misschien wel de grootste oppervlakte van heel Noord-Brabant, heel goed in staat is om goed voor zichzelf te zorgen. En dat we dat ook gaan doen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij in Altena heel goed voor onszelf kunnen zorgen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij vanuit Altena Lokaal, dat we er samen werk van moeten gaan maken.